Vandaag ben ik dus met een ervaren geocacher. En hij heeft zich echt voorbereid vandaag. Hij heeft een heel papier uitgeprint. Puzzels opgelost. En ik ga er lekker op meeliften vandaag. De ervaren geocacher. Gaat hem lukken dit keer? Nou, de codes moeten we hebben, want... Ja hoor. Het is gebeurd. We hebben gewoon een appeltaartje. Na 2,5 jaar, eindelijk is het een keer gelukt. Moet kijken, al die trappen. Hij hangt helemaal daar. Maar... Daar weet je wel een raad mee. Komt helemaal goed. Wat ben je aan het doen midden in het bos? Ja hoor. Daar is hij. Kijk eens. Dit vogeltje zit wel heel erg stil. We moeten weer een trap op. Krokodil. Wat eng. Ik word gek. Al die trappen hier. En dan zegt hij, het is niet zo erg, we moeten ook weer naar beneden hier, hè? Je moet ook niet te veel op het hekje vertrouwen. Gaat ook niet goed. Poppetje. Wat ben je aan het doen? Gaat er weer een, hoor. Echt iets voor de ervaren visser. Nou, je krijgt hem niet in het haakje, maar misschien krijgt hij wel de hanger eruit. In het haakje lukt nog niet. Hij is veel te hoog. Maar hij krijgt hem toch naar beneden. Snel, ja. We gaan op zoek naar een caravan. En hier is een paadje. Daar is de caravan. Onderweg naar de allerlaatste cache van vandaag. Ik heb geen idee hoeveel, maar... Het blaadje van de ervaren geocacher is helemaal doorgestreept. Ik ben benieuwd of we deze ook nog gaan vinden. Daar is hij hoor. De allerlaatste. Tadaa. Heb je nou ze allemaal afgestreept? Ongelooflijk. Nou, we kunnen weer naar huis.